Dat de gemeente Enschede garant staat voor SC Twente kwam niet als een verrassing. Afgelopen maandag werd al duidelijk, tijdens een commissievergadering, dat waarschijnlijk het overgrote deel van de gemeenteraad zou instemmen met het voorstel van het college. Ik heb een voorzichtig dankbaar gevoel. Voorzichtig? Ja. Ik wil eerst zeker weten dat de raad volledig instemt. Dat is toch erg belangrijk dat op alle informatie die nu gegeven is, dat zij daar hun besluit op nemen. En die zekerheid kreeg Veldeman vanavond. Het voorstel van het college werd met 27 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Ik vind dat we het juiste voorstel nu vanavond hebben aangenomen. Het is altijd moeilijk om met publiek geld te investeren in een voetbalclub, zeker in een professionele voetbalclub. Maar ja, we zaten er al in met 17 miljoen euro. En als we niks doen, dan komt dat echt op het spel te staan. En we doen er nu zo min mogelijk bij, dus echt het minst mogelijke. Dan denk ik dat dit een gebalanceerd voorstel is. En dan ben ik ook blij dat dat uiteindelijk is aangenomen. Maar niet iedereen is blij met het voorstel. Afgelopen maandag bleek al dat GroenLinks twijfelde. De SP en Enschede Anders wisten het zeker. Zij zouden tegenstemmen. Dat deden ze ook. Samen met GroenLinks. Het was eigenlijk al de afgelopen maandag een gelopen race. Kaarten waren geschud, dus ik had me ook echt zo'n raadsvergadering voorgesteld. Teleurgesteld? Niet teleurgesteld, want laten we eerlijk zijn, het is niet allemaal negatief. FC Twente doet voor de regio ook prachtige dingen. Ik vind het bewonderenswaardig hoe de supporters echt altijd maar weer klaarstaan. Dus teleurgesteld is denk ik niet het goede woord. Bezorgd, dat is het betere woord. Visser is onder andere bezorgd door de belastingclaim die FC Twente mogelijk boven het hoofd hangt. De Belastingdienst doet namelijk onderzoek naar onregelmatigheden bij transfers van de laatste jaren. Je ziet in het raadsvoorstel dat de deur weer op een kier staat van ja, redden jullie het niet, kom maar weer bij ons terug. En dan denk ik, ja, dat moet je gewoon als gemeente niet willen, want het is gewoon duidelijk. Als nu al binnenkort een claim zou kunnen komen, dat weet je natuurlijk nooit, maar dat kan FC Twente gewoon niet ophoesten. We hebben wel een extra voorwaarde opgenomen dat als Twente opnieuw met ons in gesprek wil, dat we dat niet alleen doen, dat we dat alleen maar doen. Als ook weer het bedrijfsleven meedoet, als banken meedoen. Maar we hebben heel duidelijk gemaakt, en ook de gemeenteraad was daar heel duidelijk in. Wat ons betreft moet Twente die belastingclaim op eigen kracht oplossen. En dat signaal is volgens mij luid en duidelijk bij FC Twente overgekomen. Ja, maar als je dan dat zo duidelijk zegt, dan zou ik ze ook zeggen, dan teken je ook geen overeenkomst, dat je weer met elkaar in gesprek moet gaan. Dan moet je zeggen, dit is het en hier blijft het ook bij.